Ja, terwijl de opname toch aan het starten is, dus jullie kunnen dit toch niet horen. Dit wordt dus een nieuwsuitzending. Oh, 77. Oh, goed onthouden. En dan gaan we het weer eventjes hebben. Dan pakken we de draad weer op bij waar we gebleven waren over de MH17. Deze PDF die kan je gewoon downloaden zelf. Het is een officieel document van 15 augustus 2014. En in juli van dat jaar, dus 17 juli, was ik op vakantie in de Ardennen. Ik weet er alles van. En we gaan het oppakken bij vraag 2a en verder. En kijk hoe ver ik kom. En heb ik dus hier staat het 7, denk ik hoor. Waar heb ik hem nou? Fokken die vogel. Ja, ik weet al waar die is. Is de PDF. En die andere PDF, dat is deze. Dit is een publicatie van Elsevier. Dus Elsevier PDF. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Het is van Elsevier. En het is van 30 augustus. Dus dat is 2 weken na deze. Is 15 augustus, toch? Ja, 15 augustus. En dit is 30 augustus. En dit is een publicatie van Elsevier. Een stelend... Oh, fuck, wat heb ik nou weer gedaan? Rechtsom zou ik zeggen. Ja, stelend tuig. Die term die komt van die Frans Timmermans. Drunken... Thugs. Stelend tuig. Maar dat was in werkelijkheid de rampendienst. Dat zegt Elsevier. Ik lees een stukje voor. Direct na de crash van vlucht MH17 heeft een team van 800 vrijwilligers onder leiding van de Nationale Rampendienst een Oekraïense bewerk van de Oekraïne bergingswerkzaamheden verricht in het rampgebied. Het kabinet geeft toe dat deze werkzaamheden tussen aanhalingstekens doelmatiger dan gedacht. Ja, dus Hans Timmermans die maakte ze uit voor een stelletje dronken lapswansen, stelend tuig. Nee, het was geen stelend tuig. Het was doelmatiger dan stelend tuig. Nou, ga er maar aan staan. Dus wat is er nou precies aan de hand? Wat is daar nou exact gebeurd? Maar we gaan gewoon lekker terug naar de kamervragen. Hè? Mag toch. Even kijken of ik hem nou voor die screening krijg. Yes, dat is voor die skinny. We waren gebleven bij 2a. Dan wil ik dus single page. Ja. Hier waren we gebleven. Dus dit haakt even aan op dat bericht van de Elsevier. Dat is de mensen die daar dus woonden. Dat vliegtuig, er is iets gebeurd. Dat is duidelijk. En die lokale bevolking, die zijn allemaal als kippen naar buiten gerend. En dan tok, 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 tok. En die hebben gewoon, ja, uit respect en alles, dat zijn toch gewoon mensen. Hoezo wonen er in de Oekraïne geen mensen? Dat doe je toch? Stel dat er hier in Arnhem flikkert er een vliegtuig omlaag. Ergens in Klarendal. Nou, dan bel ik ook mijn vriend. En dan zeg ik, gaat het allemaal daar? En zo niet, dan kom ik eraan. Ik ga toch helpen? Wat is dat nou? Is er een ramp gebeurd? Dus 800 Oekraïners, die zijn in actie gekomen. En die hebben, ja, iets proberen te doen. En wat moet je dan doen? Nou, hebben ze gewoon gedaan.
En dat was doelmatiger dan ons fucking kutkabinet had gedacht. Want wij hebben ze eerst uitgemaakt voor het dronken lapswansen. Maar gelukkig heeft Hans Timmer Frans een fijne baan gekregen bij de Europese Unie. Ik ben er niet eens. Ja, ik ben wel boos. Maar aan de andere kant. Ik vind het zo verdrietig. Not. We gaan door naar 2B. Ja. Dit is de lijst van vragen. We hebben ook 1H gehad. Dat waren 3 vragen in 1 keer. Wist je nog? Ben je de vorige uitzending vergeten te luisteren? Stoemkof. Toer. Of moet je dan zeggen dieg? Ik kan geen Duits. Vraag 2 in het Nederlands. Is het eveneens waar dat de leider van deze lokale zoekactie pas op 5 augustus door de Nederlandse autoriteiten is gesproken en dat toen de debriefing heeft plaatsgevonden? Zo ja, op wiens gezag en onder wiens verantwoordelijkheid heeft deze eerste zoekactie plaatsgevonden? Vanwaar deze lange periode tot de debriefing? Nou, dan voel je hem al, hè? Hoop ik. Want ik heb jullie een aantal lessen logica gegeven en deze vraagstelling klopt niet. Dus wat ze willen weten, er is dus kennelijk, hè, volgens de Tweede Kamer, is er door de Nederlandse autoriteiten gesproken. Even kijken, de Nederlandse autoriteiten hebben de leider van die lokale zoekactie gesproken. Is dat waar? Dat is punt 1. Dus de Tweede Kamer die heeft dat gehoord van de separatisten. Ze weten het helemaal niet. Heb je überhaupt gesproken met iemand van die zoekactie? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn pussies. Wij zitten gewoon in het Hilton Hotel ergens in de buurt van de Oekraïne. En we bellen gewoon wel eventjes. We gaan dat niet persoonlijk spreken met... waarom? Het zijn toch onze stoffelijke overschotten? Laat onze stoffelijke overschotten gewoon wegrotten in de Oekraïne. Wij geven we daar niet om. Wij malen daar niet om. Wij zijn Nederlanders. Dus als je wilt spreken met die lokale zoekactie, hè, die had een leider, kennelijk. Ja? Dat zal ook wel. Waarom niet? En die leider die deed waarschijnlijk zelf helemaal niks. Die zat een beetje op zijn kantoortje met een kaartje. Maar dat schijnt dat ze heel netjes eventjes een matrix gemaakt hebben van het hele gebied. En per stukje hebben ze alles gewoon uitgekampt. Dat is gezegd. En degene die die matrix bijhoudt en die dus te horen krijgt, gerapporteerd krijgt, van we hebben dat stukje uitgezocht en daar lag alleen maar dit. Of we hebben dat stukje uitgezocht en daar lag helemaal niks. En dat heet de leider, dat is de administrateur. Dus is het eveneens waar? Ja, kijk, de eerste vraag was, dus klopt het dat de mensen van de Oekraïne enorm geschrokken zijn van het feit dat daar een ongelofelijke ramp had plaatsgevonden en dat ze in het gebied ingegaan zijn om te kijken wat er gebeurd was? Dat was de eerste vraag van het fucking onze volksvertegenwoordiging aan het kabinet. Wat voor ongelofelijke stommerikken zijn Nederlanders? En dus vraag 2, is het eveneens waar, is het net zo waar, dat die groep van 800 man een leider had? Ja, wat dacht je dan?
praat ik Frans of zo? Wat zijn het voor kleuters die ik belasting moet betalen? Ik wil al mijn BTW terug. Daar betaal ik geen belasting voor. Voor dit soort vragen. Het was een leider van die lokale zoekactie. En is er gesproken door de Nederlandse autoriteiten. En de vraag is, op wiens gezag en onder wiens verantwoordelijkheid heeft deze eerste zoekactie plaatsgevonden? Dat klopt dus niet. De zoekactie, dus ze wilden dus weten, de lokale bevolking, ze wilden van die leider weten onder wiens gezag en onder wiens verantwoordelijkheid dat alles gebeurde. Dus, snappen jullie dit nog? Dit is echt liegen tot de macht Google. Tot de macht Google. Maar wat denk je nou zelf? Er is een vliegtuig neergeflikkerd en die Oekraïners die zijn van tevoren niet gewaarschuwd. Maar er lag wel allemaal rotzooi in hulli tuinen. En toen zijn ze met z'n 800 mannen, zijn ze gewoon alles in kaart gaan brengen. En ze hadden een leider, een administrateur. Die hield de kaartjes bij. En dat mocht niet van de Nederlandse regering. Er had een handtekening van Poetin onder moeten staan. Of van Mark Rutte kop. Vanwaar deze lange periode tot de debriefing. Ja. Goh zeg. Waarom waren wij daar 18 juli niet? Waarom zaten wij 17 juli 2014 niet met een mannetje of 80 op verschillende vliegtuigen? Hè? Met voldoende geld of een creditcard en gewoon landen daar, vriendelijk gedag zeggen, zeggen dat je van de Nederlandse overheid bent en je komt kijken of er stof... Ja, hè? Maar er waren toch 200 van ons... En je hoeft niet met je Oeshie in het vliegtuig te gaan zitten van eerste Oekraïner die schiet ik naar zijn kloten. Nee, je hoeft geen gun bij je te hebben. Die worden militair wel afgeleverd. En dat moeten die diplomaten even regelen. Als het echt onveilig is. Maar de kans dat het echt onveilig was op de grond in de Oekraïne destijds, die is denk ik 0, broekzak. Het enige wat je nodig had was een webcam of een GoPro camera. Meer niet. En niemand doet je wat. Want het enige wat jij kon doen als militair, en je hebt natuurlijk kickboksen geleerd. Hè? Je weet wel van je af te mappen. En je koopt lokaal maar een gun. Denk je dat je in Oekraïne geen gun kan krijgen? Je kan gewoon ongewapend het vliegtuig op. En ter plekke, dan is het gewoon even connecten. Dan heb jij een Glock van een of ander Tsjechisch apparaat. Maakt niet uit. En dan ga je polshoogte nemen. In een goed begrip. Wat ben je anders van kerel? Wil je altijd bij mama zitten? Nee, ik wil niet naar de Oekraïne. Ik wil chocolademelk van mama. En appeltaart. En slagroom. Want ik ben een pussy. Ja, onze militairen dus wel. Wij hebben gewoon die Oekraïners hebben de rotzooi op laten ruimen. Waar waren wij? Waarom waren er geen 800 Nederlanders daar? Hadden we daar geen geld voor? Was de EU te duur het afgelopen jaar? Nee, het budget om naar stoffelijke overschotten te zoeken, dat was eventjes op. Vanwaar deze lange periode tot de debriefing? Ja, omdat we helemaal geen kut deden. Het antwoord.
antwoord van het kabinet. Oh, ik denk niet dat ik vraag 3 ga halen, dat is zo erg. En ik zit pas op pagina 3 of zo. De eerste zoekactie heeft plaatsgevonden op gezag van de State Emergency Service, de Nationale Rampendienst van Oekraïne. Op 4 augustus jongstleden werd duidelijk dat het districtshoofd rampenbestrijding, State Emergency Service, van het district Grabova, leiding, ik zeg maar Grabova, ik denk Grabova, op zijn Nederlands zou je zeggen Grabova. Misschien moet ik wel zeggen Grabova. Van het district Grabova leiding aan de lokale zoekactie had gegeven. Nou zeg. Dus de eerste zoekactie is door het State Emergency Service gedaan. Maar dat is niet waar, want die mensen praten daar geen Engels. Dus ze hebben daar een bepaald instituut en het is ongeveer hetzelfde als het State Emergency Service. Maar ik zou niet weten wat een State Emergency Service is. De Nationale Rampendienst, ja, begrijp ik ook, maar hoe heten ze dan? Maar die eerste zoekactie die heeft dus plaatsgevonden op gezag van die Nationale Rampendienst. Wanneer dan? Dat was dus 18 juli, of niet? En op 4 augustus werd pas duidelijk dat het districthoofd, dat er een districtshoofd was. Dus op de 17 juli 2014 ging dat vliegtuig tegen de grond aan. En dan heb je dus, twee weken heb je dus 31 juli of zo. Even kijken, even doorrekenen. 17 tot en met 31, dat is 31, dat is 14, dat is 2 weken. Dus na 2,5 week kwamen we erachter dat er een districtshoofd was, maar die was van het district Grabova. Ze hebben er fucking 2 weken over gedaan om erachter te komen wie de administrateur was. We durfden niet eens een vliegticket te kopen. Je kan toch godverdomme gewoon hier vermommen als toerist. Dan doe je maar een korte broek aan en ga je naar de Oekraïne toe en zeg je hallo. Hallo, hallo, hallo. 2,5 week. Een F-16, hè, die is daar binnen 4 uur. Wat zeg ik? 3 uur. En die kan daar niet landen. Hebben we ook geen diplomaten meer. Man, het is erg. Ik bedoel, die Duitsers, hè, die hebben zichzelf ook laten vermoorden. Maar op deze manier laten wij onszelf ook vermoorden. En dan zijn we net zo de lul als de Duitsers. De volgende dag, dus het duurde dus meer dan 2 weken dat er een districtshoofd was. Ja, die naam daarvan doet er niet toe. Die heette Jan Heijn. Maar de volgende dag, dat is dus op 5 augustus, hebben de Nederlandse autoriteiten ter plaatse met dit districtshoofd gesproken. Dit gesprek vond plaats in Rospina, zou ik zeggen. Rospina. Zo denk ik hoor. Rospina. Een plek waar de missiepartners, waarvan ik nog steeds niet weet wie dat zijn, vanwege de veiligheidsomstandigheden niet eerder dan 5 augustus waren geweest. Oh mijn god. Dus weer een herhaling, hè? Hier staat dus. De volgende dag, hè? We hebben het over 4 augustus. Ik laat jullie uitleggen hoe je moet liegen. Want jullie moeten leren liegen. Als je hier niet van leert, en als je zelf altijd de waarheid blijft spreken, en ja en amon blijft zeggen, tegen de eerste beste Fua, of Faro, dan ben je de lul, jongen. Leer liegen.
Hier staat 4 augustus. Dat zien jullie staan, hè? Er staat hier de eerste leugen. De volgende dag, 5 augustus. Ja? Nou, dat laatste stukje, dat slaat nergens op. Snappen jullie dat? Kunnen jullie rekenen? Vraag je invalide schoondochter. Na 4 augustus komt 5 augustus. Dat heet de volgende dag. Heb je dat? Dus dat 5 augustus kan je weghalen. Dan moet je ook nu eventjes... Ik kan het nu niet aanpassen op mijn scherm. Maar dan moet je even in je gedachten doen. Dit zie je niet meer, hè? Dus het gaat over deze term. Ja? Nou moet je deze term... hier invullen. Snap je hem? A is B, B is C, A is C. Ja? Dus, de laatste frase, dit gesprek vond plaats in Rospine, welke datum, welk restaurant, onder wiens gezag, dat weten we allemaal niet, maar het was Rospine. Zo, Rospina. En dat is een... En dan komt hij, ja? En nu ga ik hem voorlezen aan jullie. Een plek waar de missiepartners vanwege de veiligheidsomstandigheden niet eerder dan de volgende dag waren geweest. Zal ik hem nog een keer voorlezen? Een plek waar de missiepartners... vanwege de veiligheidsomstandigheden niet eerder dan de volgende dag waren geweest. Is dat informatief? Ja? C. Is op de volgende dag, hè, daar hebben we het over, hè? Want degene die antwoorden heeft geschreven, is ook degene die de vragen heeft geschreven. Kan niet anders. Is op de volgende dag nog informatie naar voren gekomen die in een eerder stadium relevant was geweest? Ja, zegt het kabinet. In zoverre dat het districtshoofd inzicht heeft gegeven in de wijze waarop de zoekactie heeft plaatsgevonden. Er is volgens hem, oh het was een man. Er is volgens hem gezocht naar stoffelijke resten en, in mindere mate, naar persoonlijke bezittingen. Alle gevonden stoffelijke resten zijn in de trein gelegd die vervolgens is overgedragen. Ja, oké. Dus wat wij dus gewoon nu, wat ons kabinet gewoon toegeeft... Ja, er is gewoon een vliegtuig van ons omlaag. Ja, niet van ons. Het was de MH17 van Maleisië. Dat is een heel leuk verhaal natuurlijk, hoe dat zit bij Maleisië. Dat is Koranistisch protestantisme. Of Mohammedaans protestantisme. Als je in dat paradigma, als je Mohammed zegt... Dan kan je bedoelen Mohammed van de snackbar. Want er zijn heel veel jongens die heten Mohammed. Dus, is Mohammed in de keuken? Je mag gewoon Mohammed zeggen. Dat is echt geen enkel probleem. Maar als je het hebt over Mohammed, dan heb je het over de gezegende. Degene op wie Gods zegen rust. De letterlijke term is... Mohammed, Gods zegen zij op hem. In Arabisch dan, hè? Ik kan geen Arabisch. En daar waren die Maleisjes, die zitten in Maleisië, dat is eigenlijk van ons. Hè? We kunnen wel lullen wat ze willen, maar Maleisië is van ons. Mijn hart woont in Maleisië. Ik ben een Maleier. Ik ben altijd zo dronken als een Maleier. Maar Maleisië is van ons. En Maleisië is helemaal, ja, gewoon totaal Mohammedaans. Maar dan niet van eigen Mohammedaans.
Dat zijn de Sheikh Imran Hossein. Ik pak hem er nou niet bij hoor, dan wordt het veel te ingewikkeld. Maar Sheikh Imran Hossein. Die zit ook in Maleisië. En dat is niet van de paus. Dat zijn orthodoxe Mohammedanen. En daar komen de gesodemieten vandaan. Want er zijn nog meer vliegtuigen. De MH17 was er maar één. Er zijn er nog twee pleiten. Uit die hoek. Waar ze alles weten van sambal. Alhoewel Chinezen ook goed sambal kunnen hoor. Dan gaan we nou vragen, we proberen gewoon vraag 3 te halen, ja? Misschien lukt dat wel. Wie weet, joh. Want respect voor de doden. Hè? Begrijp goed dat ik ervan uitga dat er in dat vliegtuig mensen zaten. Je kan je ook voorstellen dat het allemaal een grote hoax is. Dat het een drone was. Een op afstand bestuurd vliegtuig. En die hebben ze laten pletteren. Ja, dat zou ook kunnen. Er zijn mensen die zeggen van... dit zijn de meest verschrikkelijke dingen. Maar er zijn doden gevallen. Ja. Al was het maar die geit. Die dacht van... En die kreeg zo'n stuk aluminium in zijn nek. Dat is ook een dode. Niet dat je een geit niet mag slachten. Maar voortijdig slachten door het een of ander aluminium vliegapparaat omlaag flikkert. Dat is toch niet helemaal tof. Het klopt gewoon niet, dit verhaal. Dit is onze 9-11. En bij 9-11 in Amerika was het gewoon 3000 doden direct. Daarna hebben ze nog echt wel iets van 5 miljoen en meer. Lekker oorlog gaan beginnen. En wij moesten ook klaargestoomd worden voor de oorlog. Maar ja, wij zijn pussies. We hebben er helemaal geen zin in. Loop een beetje ruzie te maken met Marokkanen. En that's it. Oh ja, of we gaan. Nee, we gaan ruzie maken onder elkaar. Van. Ik ben Geert Wilders. Oh ja, joh. Nou, ik niet hoor. Ik ben P van de GVV. Jezus, mijn Christus. Heeft de wijze waarop deze eerste zoekactie heeft. Ik lees weer voor, hè. Deze zoekactie heeft plaatsgevonden nog gevolgen voor het strafrechtelijk onderzoek, het bewijsmateriaal of de bruikbaarheid bij latere juridische procedures. Juridische fucking wat procedures? Ik lees het voor het eerst. Wat nou? Het gaat erom die stoffelijke overschotten terug en dan willen we weten hoe kan dat gebeuren? Waarom ga je met een passagiersvliegtuig over een gebied vliegen waarvan je weet dat daar dat er oorlog gevoerd wordt? Waarom doe je dat? Is de vliegtuigbelasting te hoog? En trouwens, ik vind ook dat je dan als klant, kan je gewoon een vliegticket kopen. En dan moet je gewoon 2 tickets kunnen kopen. En die ene is dan dat je zegt, ik wil absoluut veilig. Ik wil zeker weten dat ik niet boven een bukraket ga lopen vliegen. En die andere zeg je van, take a chance on me. En hoeveel scheelt het dan? Hoeveel euro goedkoper is dat? Onzin. Er zijn gewoon bijna 200 Nederlanders dood. En dat goed begrepen.
En als wij dan denken als Nederlanders, ach, maakt niet uit. Die Marokkanen, dat zijn ook Nederlanders hoor. We hebben gewoon voor die 200 dode Nederlanders, hebben 200 Marokkanen. Zeg ik, die Marokkanen hebben gewoon 7 kinderen per vrouw. En maakt mij niet uit. Flikker toch op, man. Sodomieter op. Of moet je nou zeggen, sodemieter op. Maar een beetje homo vind ik het wel. Het antwoord van het kabinet. Dus jullie, ik ga ervan uit dat jullie nu dus momenteel aan de ayahuasca zitten. Of zitten te braken. Want deze taal van mij kan je echt niet handelen, jongen. Want ik ben zo boos. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk om bij de neus genomen te worden. Ring my bell anytime. Maar niet als ik lig te slapen. Dit was een letterlijke verwijzing naar de neus van de vrouw die... Ja, dat heet dus... Ring my bell. Ring my bell. Ding, ding. Ring-a-ling-a-ling. Maar wel op het juiste moment, hè? En met de juiste bedoelingen. En hier word ik gewoon met mijn neus gepakt. Het is schandalig. Niet in de laatste plaats voor de mensen waarvan ik dacht, omdat ze Nederlands spraken, dat ze wel beter zouden weten dan de rest. Dat tuig. Die frazen. Die Latino's. Die molproters. De mlu die niet goed prot. Die zo... Dit is de Parino. Ze hebben een toegje pas. Barbaren. Maar wie hier in Nederland toch net acht even op zijn dienst mag zeggen. Wie hier toch net? Wie hadden toch fatsoenlijk leerproot? Gewoon rustig proot. Langzaam wordt. Zeg wat u wil zeg. En dan houdt u een bak. En dan valt hem stilte in. En dan hoort ze dat vogeltje. Dat vogeltje. Dat maakt niet uit wie hem praat, hè. Je hebt allemaal dialect. Maar dit is een onzin. Dit is schrikkelijk. En dan ben een mens doodgaan van ons. 200. Zeggen ze. Zeg ze. Maak me niet uit. Kalsen. Als Limburgs. Ik kan geen Limburgs. Ik kan geen Duits. Ik kan helemaal niks. Maar ik kan wel vooropstellen dat hier... Dat is een leuke grap. Ja, ik kan wel vooropstellen, ik weet dat dit bullcrap is. En dit is van onze fijne overheid. En wie gaat die mensen nou tegen de muur aanzetten? Moet ik dat doen? Met mijn 60 jaar? Verwachten jullie dat van mij? Ja, ik doe het hoor. Ik heb hier om de hoek zitten zo'n winkel. En dan verkopen ze van die proteïnebakken. En ik hoef niet naar de sportschool. Ik ga geen sportschoolkaartje kopen. Want dan ben ik gelijk door. Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil het best doen hoor. Maar beter is het dat jullie beseffen dat ik zo ontzettend fucking mad ben. Boos ben. En dat jullie dat mogen beseffen, dat is niet voor niets. Hè. Ik ben een kanarie in de mijn. Snap je?
Als ik ga lopen piepen, dan is dat voor jullie mijnwerkers tijd om te stoppen met arbeiden en mij in mijn kooitje mee in de lift te nemen omhoog. En als je mij laat sterven, dan gaan jullie ook dood. Of kennen jullie dat verhaal niet van de kanarie in de mijnen? Misschien niet. Het ging als volgt. Ik hou het heel kort, ja. Maar in Limburg, daar heb je dus onderin heb je al die kolenmeuk zitten. En waar dat vandaan komt, ja, sla mij maar dood. Ik zou het echt niet weten waar het nou precies vandaan komt. Maar laten we zeggen dat het van God komt. Want die heeft toch alles geschapen. En dan zit al die kolen zat er onderin. En dan gaan die mannen, die gingen er onderin, die gingen al die kolen delven. Dan kun je lekker branden, man. Dat brandt als een tierenlier. Maar je kan daar dus kolendamp krijgen. En dat is kolen die is half geoxideerd. Dus als je koolstof helemaal oxideert, krijg je CO2. Dat is ook giftig, hoor, trouwens. Als je iets te veel CO2 binnenkrijgt, ga je ook gewoon plat tegen de grond. Maar als je koolmonoxide binnenkrijgt, dus kooldioxide, CO2, kooldioxide, een koolstof met 2 zuurstofatomen, dat is helemaal verbrand. Er bestaat geen CO3, dat kan niet. En CO2 is het eindproduct en dat wordt op planten opgenomen. Maar CO, dat is koolstofmonoxide, dat is half verbrande kooldinges. En als dat gas komt, dan ben je dood voordat je Mississippi, voordat je kan begrijpen wat spellen ook alweer inhoudt. Wat was spellen ook alweer? Nou, voordat je spellen kan begrijpen en dan kan beginnen aan het woord Mississippi, dan ben je heel dood. En daarvoor hadden ze een kanarie. En die kanarie die zetten ze op de grond. Want CO, dat is een zwaar gas. Dat hangt onder de zuurstof. Onder de stikstof. En als de kanarie dan op zijn rug ging liggen. Ja, de oplettende mijnwerker die zei dan tegen zijn medemijnwerkers. Hé, volgens mij ligt de kanarie op zijn rug. En dan schrok iedereen instant aan. En dan grepen ze de kanarie, hoop ik. En dan was het remmen. Dan kon gewoon gelijk de kanarie omhoog. En zelf boven die koolmonoxide laag blijven. En zo snel mogelijk naar de lift. Je gaat kapot aan koolmonoxide. Koolmonoxide, dat blokkeert je hemoglobine. Dus als je koolmonoxide binnenkrijgt, dan denkt je hemoglobine dat het zuurstof is. Dus het neemt het op. Het punt is, het staat het niet meer af. Zoiets. En je lichaam heeft er ook niks aan. Het is geen zuurstof. Het is koolmonoxide. Maar je hemoglobine, dat heeft God niet. Daar heeft God in principe niet. Ja. Hij heeft dat risico genomen. God is echt een klootzak, zodat je denkt van, nou, als ik een idee heb van een klootzak, dan denk ik gelijk aan God. Nou, kijk, dan ben je mijn vriend. Maar dat is wat God allemaal verzonnen heeft. Dat is je lichaam. En je kan een kanarie, die kan je gewoon meenemen in de mijn. En zo'n beestje gaat als eerste op zijn rug liggen. Maar aan de andere kant, als je zo'n kanarie mee naar boven neemt, voor hetzelfde geld gaat hij weer tweet. Maar je moet hem wel in de gaten houden. En als die kanarie een beetje begint te sukkelen, al een beetje van zijn stokje begint te vallen, van ik denk niet dat ik dit erg lekker vind. En dan wankelt hij zo. Ja, als je dan al reageert, dan heb je een overlevingskans. Ook voor je kanarie. Snap je? Ja, het is allemaal hartstikke leuk, hè, dat we momenteel internet hebben en dat ik dit voor jullie kan doen. Ik vind het echt geweldig. Ik dank God op mijn blote knieën. Voor mijn lullige, eenzame, vlak bij de centrale verwarming,
beroep. Aan de andere kant, het heeft geen enkele zin als jullie niet tempo gaan maken. En dat je goed, snel, tjik, 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 tjik. Want jullie zijn mijn werkers. Want een medepriester, zo'n onbetaalde klootzak, net als ik, die zal ik heus wel hebben. Die luistert niet naar mij. Dat heeft hij ook helemaal niet nodig. Jullie wel. Dus jullie zijn arbeiders. Jullie zijn mijn slaven, in die zin. Jullie doen al het werk en ik doe alleen maar lullen. Maar wel eerlijk. Als een soort reporter. En nieuws, dat is altijd slecht nieuws. Er is geen positief nieuws. Positief nieuws zou zijn niet. Gewoon dat je een krant hebt en er staat alleen maar in de aankondiging van het buurtfeest. En dat er plannen zijn voor het najaarsfeest. En dat er ruzie is geweest in het buurtgebouw. Maar dat heeft en die wordt met naam en toenaam genoemd. En die wordt al geroemd als de volgende Pontificus Maximus. Van hou hem in de gaten, want hij heeft die ruzie gesust. En er is een verkrachter gepakt. We wisten zeker dat hij het gedaan had. En die is vastgezet. Ja, dat zijn allemaal positieve dingen. We hebben een verkrachter gevonden. En niemand was het ermee oneens. Behalve een aantal onbetrouwbare getuigen. En die riepen maar van... racist, racist, racist. Allahu Akbar. Zo. Weet ik veel. Zoals een kreten. En dat mag in de krant staan. We hebben hem gepakt. En hij zit vast. Dus de meisjes die kunnen weer lekker gewoon in rokjes. Niet met een C, maar gewoon in rokjes. In rokjes. Gewoon lekker door het park. Want die verkrachter die is weg. Die heeft papa weggehaald. Nou, en nu onze overheid. Vooropgesteld staat dat de lokale zoekactie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het repatriëren van de lichamen en de bezittingen. Oh, mijn God. Er moet, gelet op de lokale omstandigheden, echter vanuit worden gegaan dat deze zoekactie niet heeft plaatsgevonden volgens de standaarden die gebruikelijk zijn in Nederland. Op lichamen en bezittingen vindt forensisch onderzoek in Nederland plaats. Dit onderzoek is nog in volle gang. Okidoki. Ik moet er echt mee stoppen, maar mijn bier is ook bijna op. Vooropgesteld staat dat de lokale zoekactie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het repatriëren van de lichamen en de bezittingen. Dat is het eerste stuk. Pak hem er even bij. Ik heb al eerder bezwaar gemaakt tegen het taalgebruik. Hè? Het repatriëren van slachtoffers. Dat ga ik nu niet terughalen. Maar dat heeft er eerst gestaan. En toen zei ik nog, want dat kan niet. Repatriëring, dat was in de tijd van Sudeten-Duitsland. Toen mochten die Sudeten-Duitsers, die mochten allemaal naar Duitsland komen. Die werden repatrieerd. Die kregen een nieuw vaderland. Dat doe je met mensen. Dat doe je niet met slachtoffers. Waarom zou je... En de slachtoffers hadden het ook helemaal niet over, want het ging gewoon om lijken. Stoffelijke overschotten. En nu gaan ze nog een stapje verder. Want nu hebben ze het over
ga het eventjes uitvergroten. Het gaat over logica. Iets kleiner. Blauwe stukken, dat zie je nu wel. Hier staat logisch gesproken repatriëren van. En dan komt dus een conjunctie, heet dat. Lichamen en bezittingen. Hoe kan je bezittingen repatriëren? Ik zou dit echt niet weten hoor. Wat is dit? Ik snap. Er is een vliegtuig neergestort. En er zaten iets van 200 Nederlandse mensen in. Plus nog een aantal buitenlanders. Ik weet niet hoeveel. Maar het was een Maleisisch vliegtuig. De MH17. Allerlei mensen hebben een paspoort laten zien op Schiphol. En die hebben gewoon erin gezeten. Of ze zijn, ja, weet ik veel, maar die hebben er allemaal in gezeten. Of die hele controle bij Schiphol deugt niet. Kan ook nog. Dat wil ik ook wel geloven. We hebben alles gefaked. Maar laten we ervan uitgaan dat het echt Nederlandse mensen waren die in dat vliegtuig zaten. Dan willen wij gewoon onze spullen terug. Nou, laat ik minimaal zeggen. Onze spullen terug en helpen met het opruimen. Er zijn toch onze mensen die er liggen? Dat is toch onze oom Gerrit en onze tante Gerda? Onze neef Jan? En de lokale zoekactie, die heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Ja, dat hebben wij niet gedaan. Ik heb nog nooit effing een filmpje gezien op YouTube van het Nederlandse leger. Wat gewoon een beetje een matrix maakt van het gebied. En zegt van nou daar hangt nog een lijk in de boom. En daar is er nog iets. En dan zeggen ze erachteraan, hebben ze dat fucking lef nog hè. Er moet, gelet op de lokale omstandigheden, echter vanuit worden gegaan dat deze zoekactie niet heeft plaatsgevonden volgens de standaarden die gebruikelijk zijn in Nederland. Het woord kromzwaard en kop eraf. Er zijn dus standaarden die zijn gebruikelijk in Nederland. Ja? En gelet op de lokale omstandigheden. Dus gelet op de rekening houdend met de lokale omstandigheden. Moet er vanuit worden gegaan. Dat die zoekactie niet oké was. Gelet op de lokale omstandigheden was de zoekactie niet oké. Met vriendelijke groeten van Hans Timmerhans. Hebben ze dus, de zoekactie was niet oké. En in Den Haag, onze regering, kabinet met de koning en zo. Prinses Beatrix of zo. Kregen we dan dat spul terug. Wat niet oké verzameld was. Maar er is dan wel forensisch onderzoek op lichamen en bezittingen. Stel ik,
Perry Franciscus Martinez Winkel, geboren te Bovenkerk. La 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 la. Je weet wel waar ik woon. Hè? Ik zat op dat vliegtuig. Konden ze nou niet bepalen dat ik dat fucking was? Ik kan een rechterbeen missen, de helft van mijn gezicht kan eraf zijn of zo. Kom op! Moet je dan moet je mijn tandarts weten om mijn tandprofiel of zo te controleren? Echt waar? Is dat mijn spijkerbroek? Is dat mijn jackie? Is dat mijn rugzak die vlak bij me ligt? En dan gaan ze hier in Nederland forensisch onderzoek doen op lichamen en bezittingen. F you. Ik geloof hier gewoon geen donder van. En als je vindt dat ik uit mijn nek lul, dan vind ik best. Echt uitstekend. Kom naar mij toe met argumenten. Please. Ik wil gewoon... Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het zelfs goed. Ik geloof er echt in. Hè? In een wereldorde. Met gewoon één hoofd. Een soort paus. En die is hoofd van het geld en van het geloof. Want dat is toch één groot geheel. Dat kan je net zo goed op één grote hoop gooien. Ik vind het allemaal best. Daar heb ik gewoon helemaal geen moeite mee. Maar ik wil wel... Iemand die, ja, als je dan Nederlands praat, dat je gewoon Nederlands praat. Dat het begrijpelijk is. Snap je? Een leider die je leeft door op te roepen. Boe, boe, boe. Haja, boe, boe. Haja, boe, boe. Ja, dan kan iedereen zeggen van, joe, joho, jahe, Adolf Hitler is oké. Ja, gaan we een leuk liedje zingen met z'n allen, maar het vliegtuig gaat wel tegen de grond aan. En daar hou ik gewoon niet van. Ik ben een ontzettende Bob Marley fan. En dan niet zozeer vanwege die muziek. Die ik ook mooi vind. Die ik ook kan spelen. Maar wel wat hij, waar hij op duidde. En dit is met ons gaande, mensen. Babylon, dat zit je hier naar te kijken. Vooropgesteld staat dat de lokale zoekactie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het repatriëren van de lichamen en de bezittingen. Hè? Nee, we hadden er zelf geen geld voor en onze kerels hadden geen kloten in hun broek hangen. Die waren allemaal gecastreerd. Volgens mij is het zo, in het Nederlandse leger wordt ieder eigenlijk een soort korknaap. Volgens mij worden al die Nederlandse militairen, die worden gewoon gelijk gecastreerd. Zodat ze niet naar de Oekraïne durven. Om een beetje even te helpen. Ik weet gewoon van... Ik heb in Wageningen gestudeerd. Die mensen die waren multicultureel. Die blanken. Dan, hè? Ik ken er blanken die konden omgaan met Peruanen. En Bolivianen. En met Afghanen. Die wisten... Er waren eigenlijk gewoon... een soort... dat ook weer, Covert Jesuits, die konden gewoon alles. Nou, en die jongens moet je gewoon beschermen. Dus je stuurt er gewoon een aantal van die jokers op af. En hoppakee, en die maken gewoon gelijk kennis, die kunnen de taal. En die zeggen dank u wel, en mogen we dit, mogen we dat. We willen graag onze stoffelijke overschotten terug. En de rommel die er ligt, die willen we helpen komen opruimen. Want er liggen misschien nog persoonlijke bezittingen tussen. En als er dingen beschadigd zijn, dan zijn wij bereid om te helpen om dat te repareren. Dat had onze missie moeten zijn. En dan een aantal soldaten erbij en een paar F-16's erboven als het nodig is. Maar niet
om indruk te maken. Dat is helemaal niet nodig. Maar als het echt vet wordt, ja, dan een paar F-16's erbij. En dan krijgen we maar oorlog. En dan weten we ook gelijk met wie we oorlog krijgen. Ja, dat is het voordeel van krabben waar het jeukt. Dan weet je tenminste de locatie waar het jeukt. Dus oorlog voeren is geen enkel probleem mee. Maar dit is helemaal niks. Dit zijn gewoon 200 dode Nederlanders plus de rest. En al die rotzooi ligt in de Oekraïne en die mensen krijgen overal de schuld van. En er wordt over onze rug verkocht. Wij, homo's. Dat bedoel ik positief. Nou, homo's doe dan. Want ik ken hele goede homo's. Daar kan ik al tot zelfs mee lachen. En dan mag je het ook gewoon van zeggen. Die zeggen dat zelf ook. Maar jullie zijn het ook. Want jullie vreten dit gewoon. Jullie zitten er gewoon. Jullie denken dat. Wat zal ik weer? Nou, ik bedoel, naaktslakken. Die eten kattenpoep. Ja, zo kan je als mens ook gewoon onderwerpen. Het gaat namelijk allemaal om onderwerping namelijk. Je moet je onderwerpen. En waar wil je aan onderwerpen? En jullie onderwerpen je aan dit. Moet je gewoon lekker doen. You a-holes. Werpt de kennis van een systematische zoekactie van 800 mensen in de dagen na de vliegramp in uw ogen een ander licht op de afwezigheid van Nederlandse en internationale onderzoekers op de grond van dat moment. Nederlandse en internationale onderzoekers op de grond. Komma. Op dat moment. Komma. Zeker omdat nu blijkt dat de zoekactie werd geleid door het districtshoofd van grappenbestrijding van Grabova. Oh god, wat dom. Het antwoord is ja, want wij Nederlanders, wij durven namelijk helemaal niks. Wij hebben zulke lelijke vrouwen. Wij denken, ach, laat al die vrouwen maar. Geef ze maar. Nee. Kijk, je mag God geen lul noemen, hè, maar... Dat is toch erg? Kom op, lach even met me mee. Dit is zo fucking van de overheid. Ik ga hem nog een keer doen. Dit kan niet. Een systematische zoekactie, zie je hem ook staan. Dat was toch niet zo? Oh, kom op. Even kijken. Wat ze... Ja. Ik pak hem. Oh. En het antwoord. Kijk hoor. Dit klopt dus helemaal niet. Want er wordt dus hier gezegd. Dat het was dus... Het was niet systematisch, hè? Daar moest ik om ze lachen. Het was ook in de Trouw toen. Hè? Je zegt de ene keer A en de andere keer zeg je B. En vervolgens zeg je B is niet A. Of iets anders. Je kan ook zeggen A en dan zegt een andere zegt niet A. En dat noem je vervolgens B. Kijk, gewoon zo'n hele ingewikkelde... Ja... En het districtshoofd. En hoe heet die kerel eigenlijk? Die arme man. En leeft hij nog? Misschien is hij wel John F. Kennedy. En wist hij te veel? Kut.
Dat zou nog erger kunnen zijn. Dat arme district zelf het leven moeten laten. Net als die bijna 200 van ons. Ik kan er bijna van huilen. Antwoord van het kabinet. Het is de inschatting van de bij het onderzoek betrokken partijen. Wie waren dat ook alweer? Dat het zoeken weliswaar niet conform de Nederlandse normen heeft plaatsgevonden. Nee, wat dacht je dan? Gaat er, wat voor posties? Ja, wij zitten hier in Nederland. We hebben normen afgekondigd. Dan valt er in de Oekraïne een vliegtuig omlaag. En dan doen ze het niet eens zoals wij dat gezegd hadden. En we hadden toen al internet. Oh, hey man, kom op. Maar dat gelet op de omstandigheden het hoogst haalbare is gedaan. Oh, nou dat is wel mooi. Het feit dat de onderzoekers van de repatriëringsmissie weinig stoffelijke overschotten hebben gevonden, lijkt erop te wijzen dat de Oekraïense inspanningen direct na de ramp doelmatiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Men heeft zoveel mogelijk lichamen geborgen en deze later overgedragen aan het identificatieteam. Het feit dat de onderzoekers van de repatriëringsmissie. Even kijken. Wie zijn de onderzoekers van de repatriëringsmissie? Dat snap ik niet helemaal. Snappen jullie dat wel? Dit is jullie overheid. Hè? Hier betaal je BTW voor. Als jij in de kroeg een biertje bestelt, dan moet je eens weten hoeveel daarvan naar de onderzoekers van de repatriëringsmissie gaat. Ging. Ook de nieuwe repatriëringsmissie natuurlijk. Hè. Maar wie zijn dat? Ik geef jullie 20 seconden de tijd. Dat is dus een onderdeel. Dus je hebt een repatriëringsmissie gehad. En het ene deel, dat was niet op zoek naar stoffelijk overschot. En die onderzoekers wel. Oké. Ja, ja. En die hebben weinig stoffelijke overschotten gevonden. Staat hier, hè? Dus de repatriëringsmissie, want dat de onderzoekers waren gewoon een onderdeel van deze van dit team. Blijf even van het scherm af. Ja. Dit team, dus de repatriëringsmissie, heeft weinig stoffelijke overschotten gevonden. Ja. En dat wijst erop, ja, lijkt erop te wijzen, dat is vies taalgebruik. Dus jezelf verschuilen. Het lijkt erop. Want in een eerste scan heb ik in de vorige uitzending bij stilgestaan. In een eerste scan werd het duidelijker. Dus het lijkt erop te wijzen dat de Oekraïense inspanningen direct na de ramp, dat is overbodig, doelmatiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Dus de Oekraïense inspanningen waren doelmatiger dan aanvankelijk werd gedacht. Ja, dit is al de derde keer dat ze dat zeggen. En nu in welke context? Nou, het feit dat ze dus heel weinig stoffelijke overschotten konden vinden, dat kwam dus doordat de Oekraïense inspanningen doelmatiger waren. Snappen jullie deze? Hè? Ik geef je even tijd om na te denken.
Dit is het antwoord van het kabinet. Dit is de club waaraan jij je accijns betaalt. En je betaalt ook nog btw over je toiletpapier. Deze club maakt deze taal. En ik ben geen onheilsprofeet, want een onheilsprofeet die waarschuwt voor het onheil dat komt. Ik zeg jullie gewoon hoe het is. Want dit is een officieel document van onze fijne, lieve overheid, waar wij met genoegen op stemmen. Het feit dat er weinig stoffelijke overschotten zijn gevonden, betekent dat de Oekraïners goed gehandeld hebben. Dus heb ik hem nog korter gemaakt, of niet? Het is de hele alinea. Het is de inschatting van de bij het onderzoek betrokken partijen. Bob, 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 bob. Dit is de duivel die hier spreekt. Zo spreekt Satan. Dat wil zeggen, dat zijn de mensen die zijn na zijn. Ja, dat is een beetje. Ja. Satan heeft iets te veel medewerkers. Dus, het zal altijd wel zo zijn. En het allerergste komt nog. Beloof ik jullie. Niet in deze uitzending, maar op langere termijn. Vooral voor degene die in de gaten hebben wat er wordt gezegd. Want als je goed luistert naar hoe iemand spreekt, en als je een persoon echt face-to-face hebt, kan je ook naar de lichaamstaal kijken. En die kan je ook beoordelen, kan je al van alles aan zien. En voor die mensen wordt het alleen maar erger. De andere mogelijkheid is dat je kiest voor het oppervlakkige leven. En dan sluit je je af en dan giet je je hoofd vol met alcohol. Of je gaat een pleinvrees doen. Dus je denkt, hey, ik wil niet meer naar pleinen. Of je wordt claustrofobisch. En dan ga je vanzelf, ja, je lichaam gaat eraan. Je lichaam overleeft dat niet. Want je lichaam moet over het plein heen. Niet per se over het plein moet, maar je lichaam wil gewoon wandelen. Je lichaam heeft een eigen wil. Dus je bent gedoemd om te horen tot de eerste categorie. Om het kwade onder ogen zien. En je kinderen erop te wijzen. En je kinderen er ook op te wijzen dat dit niet voorbij gaat. Dit gaat niet weg. Dit komt elke keer terug. En het gebeurt alleen maar als wij niet oplettend zijn. En dat laatste, dat gebeurt vooral als het goed gaat. En dan denken wij dat alles goed gaat. En dan gaat er weer fout. En de manier waarop het fout gaat, dat wordt steeds erger. Totdat wij erachter gaan komen dat gaat stoppen. En dan wordt het daarna nog veel erger. Er komt altijd angst onder ons. Wij mensen hebben angst. En dat is maar goed ook.
Maar in deze temporaliteit van deze tijd is dit een heel mooi document van de angst van de mens. Hoe de mens accepteert dat de overheid als enige instantie is toegestaan om wapens te dragen en te liegen. Je moet het zelf als burger niet in je kop halen. Maar als overheid accepteren we dat. En wij zijn daarmee zelf verklaard gek. Dat alleen al. Je mag niet toestaan dat je overheid liegt. Als dat aan de hand is, dan hebben we gewoon een probleem. Maar dan moet je wel inzien. De overheid, dat is onze moeder. En het geheel, dat is onze vader. En als je moeder liegt, en ik ken iets meer dan een handje kinderen, laat ik niet overdrijven, met liegende moeders. En ik kan zeggen, dat is kut. Dat is echt kloten. Dan ben je de lul met een liegende moeder. En wij hebben een liegende moeder. Kijk maar naar het scherm. Dan zie je het. We gaan even verder. Allemaal tussendoor was allemaal bedoeld. Hè? Ik probeer je te vertellen wat er aan de hand is. Er is namelijk niks aan de hand. Wij mannen, wij Nederlandse mannen, wij hebben de beste taal ter wereld. Wij zijn de langste ter wereld. Wij zijn de reuzen. Wij praten Teutoons. Wij weten ons te gedragen naar wijfjes toe. Women. Want je hebt gewoon van die wijfjes. En die willen gewoon, die willen er gewoon leuk uitzien. En die willen ook een keer naar de kroeg. Ja, neem je wijfje mee naar de kroeg. Toch? Klopt, hè? Ik ga weer voorlezen. Dit is 2F. Verschrikkelijk, hè? Er zijn 200 Nederlandse, bijna 200 Nederlandse weg. Misschien zijn ze afgevoerd, net als Adolf Hitler, naar Patagonië. Ja. Je mag het hopen. Maar dan nog. Klopt het dat de pro-Russische separatisten hierbij geen directe rol speelden? Zo nee, welke rol speelden de opstandelingen met betrekking tot de zoekacties van de 800 lokale mensen? Hoe stelden zij zich op? Even kijken. Gaan we even analyseren. Zij, waar verwijst deze term naar? Is dat, want we hebben het hier over de pro-Russische separatisten. Dat is voor het eerst dat ze dat zeggen. Want daarvoor waren het separatisten. En nu hebben we het over opstandelingen. Even kijken hoor. Dus het gaat. De mythe is dat er dus in de Oekraïne zijn er mensen die zijn onwaarschijnlijk onvoorwaardelijk, moet je zeggen, zonder meer. En ze betaald. Dat waren soldaten. Een beetje. En die wilde zich aansluiten. Die wilde dat de Oekraïne zich aansloot bij Poetin, bij Rusland. Maar Poetin valt ook onder de paus. Een beetje naar nieuws voor veel mensen. Dat snap ik ook wel. Zo.
gewoon heel vervelend om dat te moeten erkennen. En in de Oekraïne is er dus een militaire, ja, die gingen knal, knal, boom, boom. Hoe zat het nou precies? En die jongens die zijn betaald. Je gaat mij niet wijsmaken dat er een of andere imam was die zei, lololo, zo ging het allemaal goed. Zo was het niet. Die lui, die zijn betaald. En wat hebben zij te maken met die zoekactie? Want ze hebben dan, volgens de mythe, hebben die lui dat ding uit de lucht geschoten. Nou, dat maak je mij dus niet wijs. In die zin, dat ze konden dat niet zonder meer. Een bukraket bedienen. Dat is een machine die bestaat uit 3 vrachtwagens. Dus je moet in ieder geval 3 vrachtwagenchauffeurs hebben. Nou, en haal maar je vrachtwagenchauffeur diploma. Dan moet je wel zo'n ding kunnen bedienen. En die 3 vrachtwagens die moeten opgesteld worden in een driehoek. En dan antennes are launched, bloop, en dan moeten de computers moeten geconnected worden. Dus kabels aansluiten of zo. Of met wifi, weet ik veel. Maar dat moet wel allemaal werken. En dan test, test, all systems are go. Ja, en dan moet je op de radar, moet je gewoon target. Dan moet je tegen de computer zeggen, die moet ik hebben. En dan gaat die computer, die gaat rekenen en die gaat die bug afstellen. En die weet dan precies hoe hoog die vliegt. En dat kan je gewoon, je moet die dingen, die radar dingen, ze moeten uit elkaar staan. Je moet gewoon een afstandje hebben tot elkaar. En hoe groter de afstand, des te beter, denk ik. En dan is het gewoon fire. Dat is high-tech werk. En je maakt mij niet wijs dat een aantal mensen in de Oekraïne dachten van, oh, we gaan eventjes een Nederlands vliegtuig uit de lucht schieten. Schussen. Dat kan helemaal niet. Net zoals 9-11. En dan gaat het erom dat ze willen weten wat de rol is van die mensen die dan een zogenaamd die bukraket hebben afgeschoten. Maar hoe hebben ze zich verhouden tot, ja, de zoekacties van de 800 mensen? Nou, en deze zin die erachter komt, hoe stelden zij zich op, die kan je vergeten. Het slaat nergens op. Want dat staat hier al. Of kijk hoor, klopt het dat als de pro-Russische separatisten geen rol speelden? Oh nee, het is toch een andere groep. Fok ja. Zo nee. Dus als de pro-Russische separatisten geen directe rol speelden, welke rol speelden de opstand? Kijk, dat is toch een andere groep. Dus als de pro-Russische separatisten een directe rol speelden met betrekking als de Russische pro-Russische separatisten een directe rol speelden met betrekking tot de zoekacties, hebben ze geen vraag. Speelden de pro-Russische separatisten een rol bij de zoekacties van de 800 lokale mensen? En als je een ja zegt, mag je deze vraag overslaan. Oh, wat erg. Ik ben niet migrainegevoelig. Dat heb ik gewoon niet. Als ik migraine voel, dan denk ik altijd, oké, kratje bier.
Ik ga gewoon op mijn rug liggen. Ik heb gewoon geen migraine, maar ik... Dit is gewoon... Ja, ik kan me echt voelen... Als ik dit lees... Dan denk ik, ja, ik weet precies hoe mensen met migraine zich voelen. Dit is er niet te begrijpen. Oh. Er is toch geen vraag... Oh, wat erg is het. Ik huil met jullie mee, ja. Zo erg. Antwoord van het kabinet. De lokale bevolking heeft bijgedragen aan het zoeken op de rampplek. Ja, fuck you. De repatriëringsmissie onderhandelde via de OVSE met de pro-Russische separatisten over de plaatsen waar kon worden gezocht. De separatisten bepaalden op welke plaatsen mocht worden gezocht. Ja, we hebben het nou fucking over. Er waren toch 6 plaatsen. Er waren maar 6 plaatsen waar die pussies van ons naartoe durfden. Toch? Ik ga dan niet die vorige pagina's er weer bij halen. OMGVD. Ja, de lokale bevolking. Ja, dat hebben ze inderdaad gedaan. En hebben ze onderhandeld via de OVSE. En hoe heette de OVSE ook alweer? Hè? Waarom een afkorting? Moet ik weten wat de E betekent? En de VN? En de officer? Wat is de fucking officer? En de pro-Russische separatisten? Ja, of de opstandelingen? Zal ik hem even terughalen? Waar hebben ze het over? Oh mijn god, ik haal dit niet. Hoe lang gaat het nog? Dat lukt me echt niet. Nou, ik doe nog eentje dan, ja? En dan ga ik echt even bier halen, want ik bezwijk gewoon aan de warmte. Ik word gewoon helemaal homo. En sexy. Dus antwoord nummer 7 van... dat is best wel mooi om af te sluiten eigenlijk. Vraag nummer 2. Dat lijkt al een beetje sexy. En dan vraag nummer 7. Dat is een... G. Ja, nu, ik wil graag dat jullie eerst met mij, ik wil dat jullie hem eerst gewoon zelf lezen. Dat hij goed duidelijk in beeld komt. Ik zal hem een beetje, hij begint zo, die zie je die G staan, hè? Die staat dan hier. Ik kan niet klikken, want dan gaat het fout. Ja, dit is dus de vraag. Ja, oké. Hier hebben we het eerder over gehad. Was het nou wel systematisch? Of niet? Het was toch niet systematisch? Naar Nederlandse normen? Of ben ik nou gek? Zit ik hier nou een beetje sambal uit mijn mond te kotsen? Was het nou wel of niet systematisch? Ga het even naar die vorige uitzendingen luisteren. Was het nou wel of niet conform Nederlandse normen? Of zijn Nederlandse normen niet systematisch? Dus Nederlandse normen zijn uber systematisch. Dat was dus niet Nederlandse normen, maar het was wel systematisch. Wat zijn Nederlandse fucking normen dan? Jezus Christus. En wat ze willen weten... Het gaat ook niet over die systematiek, hè.
Want op welke systematiek dat allemaal gedaan is, dat interesseert ze allemaal geen reet. Met een nadruk op reet. Dat is een spleetje. En als je dat afgraaft, dan kom je bij je anus. Maar wat ze willen weten, is dit. Welk moment? Oh. Ik ken een verhaal, hè? En dat vertelt van Jezus aan het kruis. En die zei van, o God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat schiet me nou even niet te binnen. Antwoord van het kabinet. Op 20 juli heeft de Oekraïense regering bekendgemaakt dat er een zoekactie in het gebied werd uitgevoerd. Met 800 vrijwilligers. De systematiek van deze zoekactie is pas duidelijk geworden bij de eerste gesprekken op 5 en 6 augustus. Jongstleden. Dat is een districtshoofd van de State Emergency Service. En de konvooi. Oh. Nee, niet was het duidelijk. Het is de fucking konvooi. Zie je dat staan? Konvooi, streepje. Commandant van de Nederlandse politie. Ter plaatse. Dus even kijken hoor. Dus, kan je toch niet zeggen. Ja, op 17 juli ging dat vliegtuig van ons omlaag. En wij konden toen niet met diplomatieke paspoorten er niet naartoe. We hadden toen geen iPhones of we hadden helemaal niks. Wij Nederlanders, dat weten we helemaal niet. Maar we zijn zo arm als Bartje. Dat we tegenwoordig laptops hebben en... Dat is echt voor gisteren. Maar in die tijd niet hoor. Ben jij gek? Nee, dan kon je niet zomaar naar de Oekraïne naartoe. Onze veiligheidsdienst die zat allemaal die Surinamers in de gaten te houden in de Bijlmermeer. Want die konden wel eens. Op 17 juli. En op 20 juli hebben wij er zitten luisteren. Oh, wat zegt de Oekraïense regering dan? Nou, op 20 juli zeiden ze wat. Oh, man. Oh. Ik kan wel janken. Ik had echt meer. Juist Nederlanders. Kijk, Fransen, daarentegen, die neem ik niks kwalijk. Die kunnen er niks aan doen. Want die praten Frans. Maar wij toch niet. En ik heb gisteravond gesproken met Duitsers. Dat is ook rete ingewikkeld. Altijd nog beter dan Frans. Ja, kom op jongens. We hebben dus... even kijken. 18 juli was één dag. 19, dus na drie dagen. Dus ergens in de middag. Dus dat moet er dus even over. Donderdag 17. Vrijdag 18. Zaterdag 19. Op zondag. Op zondag. Dus donderdag ging de vliegtuig omlaag. Donderdag ging de vliegtuig omlaag. Vrijdagochtend las ik in de Trouw dat het een bukraket was. En alles. En op zondag, toen was ik alweer thuis volgens mij. En toen pas heeft de Oekraïnse regering bekendgemaakt dat er een zoekzaak. Actie in het gebied werd uitgevoerd met 800 vrijwilligers. Ja, die zoekactie die begon al op de volgende dag.
De systematiek van deze zoekactie is pas duidelijk geworden bij de eerste gesprekken om 5 en 6 augustus. Nee, maar nu ga ik toch zelf ook dood. Dus op 20 juli heeft de Oekraïense regering bekendgemaakt. Ja, we zijn aan het zoeken. Dat hebben wij gelijk gevraagd. Ja, op wat voor manier? Nou, dat duurde dus. Kom, we gaan rekenen. Dus juli heeft 31 dagen. Dus 31 juli minus 20 juli, dat is 11 dagen. Ja, en op 5 en 6 augustus, we rekenen voor het gemak. En doen we gewoon 5, ja. Zo'n 5,5 doen. Dus 11 plus 5. Laten we daarmee beginnen, ja. Laten we het serieus houden, kom op, niet te grappig. Ja. Dus 11 plus 5, dat is meer dan 2 weken. Vind je dat ook niet? Het antwoord van het kabinet is, het heeft ons meer dan 2 weken gekost om de systematiek van de zoekactie te ontleden. We snapten echt niet hoe ze dat deden. Ik dacht, maar, hè, wat ben je aan het doen? En zei ze, ja, wakker je bokken, hoor je hoor. Maar ook geen tolk of zo. We begrepen er helemaal niks van. We waren ook niet ter plekke. Dat was veel te gevaarlijk. Want wij hebben alleen maar poesjes in het leger. Over die konvooi-commandant van de Nederlandse politie te blazen hebben het gehad. Het schieten me allemaal dichtlijnen in het hoofd. Jan Klaassen was trompetter bij het leger van de prins. Hij marcheerde van den Helder tot den Briel. Waarom heeft u deze vraag nog niet gelezen? Dit lees ik voor de eerste keer. Dus vergeef mij, ja. Waarom heeft u deze zoekactie, waar u op 4 augustus 2014 van op de hoogte was, alleen maar aan de Kamer gemeld met de volgende zin op 6 augustus 2014? En dan krijg je dat is een goede quotering. Ja, die klopt. In de eerste dagen na de ramp is met behulp van 800 lokale vrijwilligers intensief gezocht. Kijk, dit is apart. Want dan zat ik me de hele tijd al aan te ergeren. Ik vind het echt dat je dit moet opschrijven op deze manier. 800. En niet 800. Want dat pretendeert een bepaalde nauwkeurigheid. En je moet altijd zeggen dan 800, zou ik zeggen. Of 12.000 of zo. Dan weet je tenminste op wat voor afronding je werkt. En 800, dat betekent letterlijk niet 801, nog 799. 800 pretendeert een bepaalde nauwkeurigheid. En het is heel eenvoudig in je tekst verwerken met je Microsoft Wordje om dat eventjes aan te passen. Als je secretaresse dat niet weet, niet wist, leg je haar dat 1 keer uit. En dan doet ze het vervolgens altijd. Want zo zijn secretaresses. Daarom zijn het ook zulke goede maîtresses. Ze doen altijd wat je zegt. Ik ook hoor. Ik ben ook een hele goede secretaresse. Je moet het allebei kunnen. Maar dit is dus opnieuw dan weer die 800 met een andere vermelding.
En dan de vraag gaat er om, dat het nu hebben ze het over 4 augustus. Even kijken hoor, want dit gaat over 5 en 6 augustus. Hè? De eerste gesprekken, 5 en 6 augustus. En hier heb je dan 4 augustus. Waarom heeft u deze zoekactie waar u op 4 augustus 2014 van op de hoogte was? Waarom? Volg jij hem nog? Of ben ik de enige die het touwtje kwijt is? En dat is dan alleen maar aan de Kamer gemeld. Wat is de Kamer? Maar dat had ook aan de regering gemeld moeten worden ofzo. Dus de regering of het kabinet, die was op 17 juli, mag ik hopen, want ik zat toen in de Ardennen. En ik wist het toen ook. Ik zat fucking in de Ardennen met mijn beste vriend en die homo. Die het helemaal niet erg vindt om homo genoemd te worden, want hij is gewoon een homo. Dat is wel een hele fijne vent. Ja, hij wil botsingen. Maar dat heb je met iedereen. Dus ik wist het al gewoon op 17 juli. En dan hebben we het hier over 4 augustus. We hadden er al lang moeten zijn. Toen. Daar hebben we toch een overheid voor. Aan al die afgetrainde militairen. Toch. Of doen die militairen inderdaad alleen maar, zoals ik als grapje zei, kussend gevechten? Dat stel ik je homo's. Au, niet au doen hoor. Vind ik niet leuk als je au doet. Kan dan niet. En hoe het nou precies zat, weet ik niet hoor. En die staat ook weer van waar u op 4 augustus 2014 van op de hoogte was. En het heeft dan gemeld alleen maar aan de Kamer op 6 augustus. Wat maakt mij dat dan uit? Kijk, er is een vliegtuig van ons down gegaan, of een vliegtuig van Schiphol. En volgens het verhaal zaten daar bijna 200 Nederlanders in. En die homo die bij mij op die camping was, die zei dat een van zijn kennissen een kennis had die erin zat. En die was weg. Het zegt op zich niks. Misschien zit zij wel in Patagonië. Is een tweede leven gekregen. Maar waarschijnlijk niet. Ik denk niet dat het goede einde is van het verhaal. Ik denk eigenlijk dat die kennis van die homo, dat die echt gewoon gedowned is. En haar stoffelijke overschotten echt uit elkaar gevallen zal ze niet zijn. Maar ze zal wel ergens gelegen hebben. Of hij, ik weet niet wie dat was. En er waren mensen van ons. Dat is mijn conspiratietheorie. Mijn conspiratietheorie is, er waren 200 Nederlanders afgerond. Dus TW, double E, 100. Niet 200, want het is 198. En die zijn we kwijt.
En wij hebben daarmee omgegaan als een stelletje pussies. Als een stelletje nonno's. Als een stelletje dode vereerders. En dat verwijt ik iedereen, behalve mezelf en een paar anderen. Kijk, als de maffia een moordactie houdt en dan houden ze vervolgens altijd een begrafenis voor degene die ze omgelegd hebben, dan gooien ze gewoon geld tegenaan. Wist je dat niet? Nooit gehoord van de maffia. Maar zo zijn ze. Dus je wordt omgelegd en je krijgt een hele mooie uitvaart. En wij hebben allemaal als Nederlander naar die uitvaart zitten kijken. Snelwegen laten afzetten. Bloemen naar beneden gegooid. Jezus, wat zijn wij dan? Niet hopeloos hoor, dat niet. Ik kan anders zeggen, als wij het niet gaan doen, lieve mensen, lieve Nederlanders. Liever degene die Nederlands kunnen spreken, die ze kunnen verstaan. En ach, dat diecht, maar gewoon eenvoudig gepraat. Maar wij zijn degene die het moet doen. Er is geen keus. Als wie het niet doen, de gerd het niet beurt. En die Duitse, die Duitsers, die hebben ook hun appeltje te schillen. En dat komt. Die Duitsers die weten die in grotere getalen per dag. Wij ook. Wij moeten ook omhoog. Wij moeten ustasha. Wij moeten opstaan. Wij mogen deze bullcrap niet pikken. Als je dat wel doet, kan je net zo goed op je rug gaan liggen. Bij het noorden van het Centraal Station van Amsterdam met je blote billen. Dan moet je wel een jaartje of 14 zijn. Die ouderen vinden ze niet zo lekker. Het leven is keihard, maar alleen voor degene die dat allemaal laten gebeuren. Als je alsmaar denkt van, ach, dat hoef ik niet, oh, laat me gaan, you're fucked, baby. En wij Nederlanders, maar we moeten trots zijn. Trots op onze erfenis. Trots op ons protestantisme. Wij moeten opstaan. Tegen dit bijvoorbeeld. En pak ze terug. Als zij zo mogen liegen. Hoe erg mag jij liegen? Ik heb nog 0,738 slokje bieren. Ik bespreek even het antwoord, ja. Dit gaat over vraag 2H. Dus vraag nummer 8. Dus die merkwaardige vraag. Antwoord van het kabinet. Gedetailleerde informatie. Ik probeer maar even minder te zeggen. Gedetailleerde informatie over de uitvoering. Van de baba, wat zien we nou? Af, foei, ba.
betaal je dan belastinggeld voor. Ik heb een bespreking gehouden van het requisitor van Henk J. Maus aangaande de zaak Marianne Vaatstra. En dat is dan ook van dit soort. Ja, dit doe je niet. De meeste mensen als ze sms'en of wat e-mail sturen, dat gaat allemaal zo rammen. En er staan dit soort dingen in. Maar in een officieel document, en dit is gewoon een fucking officieel document, daar hoort dit niet in te staan. Dit is de eerste lezing die ik doe. Hè. Ik lees dit antwoord van het kabinet nu voor het eerst en ik zie het gelijk staan. Ik al. En mijn dochter, die is er nog strakker in. Die kan mij uit. Ik kan gewoon teksten schrijven die ik perfect vind. En dan geef ik die aan haar. En dan weet ze er toch nog fouten in te vinden. En dat is een kunst. Een hele kunst. Even iets doen hoor. Ik ben nog niet klaar. Even wachten met. Ik heb het zo opgelost. Ja. Hoppa. Hoppa. Dus terug. Back to base. Dit kan dus niet. Dit taalgebruik kan niet. Dit zijn idioten aan het woord. Hier heeft iemand geknipt en geplakt. En dan een beetje met iets te veel rode wijn op. Of ja. Iets te weinig tijd kan ook. Dat hij dacht van ach, ik hoef alleen maar even dit te schrijven. Ah, dan kom ik wel uit. En, hij bleef iets te lang hangen op de golfclub. Kan ook. Maar dit slaat dus niet. Dit slaat helemaal nergens op. Het districtshoofd. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van de zoekactie werd op 5 en 6 augustus jongstleden door het districtshoofd gedeeld met de konvooicommandant. Kijk, en hier staat een spatie niet goed. Ik zal zelf zeggen, konvooicommandant, dat het gewoon één woord mag zijn. Maar eerder heeft hij. Ik ga niet terug. Oh ja, hier zat het. Oh, kijk. Dit klopt wel. Konvooi. Streepje. Commandant. Ja? Maar hier. Slaat dat nergens op. Dit is gewoon. Slordig typewerk. Ja? Van de Nederlandse politie ter plaatse. Er is in de brief van 6 augustus jongstleden. Oh. Wacht even zo. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van de zoekactie werd op 5 en 6 augustus. En er is in de brief van 6 augustus bericht over de zoekactie met de tot dan toe. Oké, hier gaat het dus om. Dit is het antwoord. Er is in de brief van 6 augustus jongstleden bericht over de zoekactie met de tot dan toe bekende informatie. Ja, snappen jullie deze? Deze leugen, ik ga ietsje kleiner maken dat ik helemaal in beeld kom. Ja. Nou, dit heeft dus. Het is eigenlijk zo. Waarom heeft u deze zoekactie al? Waarom? Hoe? En het antwoord is. Het stond al in de brief van 6 augustus, klootzak.
Dat is alles. Dat is het antwoord van het kabinet. En er zijn 200 Nederlanders bye-bye. Ongeveer. En dan ja, nog heel wat andere nationaliteiten er ook bij. En dat van Maleisië, dat moeten we maar... Ik ga nu naar de supermarkt. Ik ga deze stoppen. Ik ga deze zeven. Over Maleisië. Daar hebben we nog wel een keer over. Maar het laatste woord over wat er gebeurd is op 17 juli 2014. Dat is nog niet gezegd. We zijn over 9-11, ook zo'n leuke datum, zijn we ook nog niet uitgepraat. Of wel? Vind jij van wel? Nou, ik vind van niet hoor. Ik vind allemaal wat de meeste mensen erover denken, vind ik gewoon bullcrap. En hier zie je gewoon het bewijs hoe onze overheid gewoon ongelooflijk liegt. Ah, dat is erg zeg. Maar niet voor jou en mij hoor. Dan maken we ons het uit. Nee? Hoe slechter de omgeving, hoe slechter de omgeving, hoe beter jij zelf. Je weet het antwoord van Solzhenitsyn toch wel. Kom op. Niet zo zeuren, Jantje. Lekker doorzwemmen. Nee, liefjes, hartstikke fijn dat jullie dit tot het einde hebben uitgeluisterd. En nu zeg ik tjus. Doei.